toen was ik wel gewoon een beetje een travestiet. Het was echt, het zag er niet heel goed uit. Lieve Linda TV-kijkers, ik ben Foukeline Ouwekerk en dit zijn mijn beautygeheimen. Ik sta niet heel lang voor de spiegel. Maar als ik ergens heen moet, dan doe ik er iets langer over. Dus ik denk 10 minuutjes met tandenpoetsen erbij. Valt best mee, toch? Om te peelen. Maar goed, dat moet je vooral ook niet thuis doen natuurlijk. Ik ging dat dus thuis doen met van die peeling producten. En toen heb ik gewoon een week lang met een soort schaafwond in mijn gezicht gelopen. Heb ik gekregen van een visagiste. Ik had best wel een droog huid. En die zei, je moet meer smeren. Dus crème en smeren, smeren, smeren. Dat is Meryl Streep. En ze is niet per se een hele mooie vrouw, maar... ze wordt echt zo heel gracieus oud. Zonnebrandcreme. Ik haat het als je een verbrande neus hebt. Dat klinkt echt super irritant. Daar gaan uren in zitten. Dat doe ik ook nooit zelf. Meestal vraag ik iemand om me dan op te maken. Dus dan, ja, dan zit ik wel echt 1,5 uur in de make-up. Dat is echt niet een natuurlijk make-upje, zeg maar. Daar wordt wel een klein maskertje overheen gelegd. Ja, ik ga heel vaak zonder make-up de straat op. Dat vind ik echt prima. Beautygeheim van mijn moeder en van mijn oom is altijd een blusje op je wangen. En het was zelfs zo als kinderen dat als wij een beetje bleek zagen en we stonden voor de deur van mijn oma, dan moesten we ondersteboven hangen. Daarna omhoog komen en dan kneep mijn moeder heel eventjes in mijn wangen, zodat ik een lekkere rode gloed op de wangetjes had. Dus altijd blusher in je tas. Van die maskers die er dan te gek uitzien, maar dat je ze opdoet en dan krijg je een uitslag of zo. Heel rood of het brandt en zo. Ik vertrouw eigenlijk al die producten niet zo. Max 30 euro. Dat vind ik veel dan. Je moet nooit en-en doen, snap je? Dus ik heb ook heus wel eens af en toe zelf mijn haar en make-up gedaan voor een rode loper. En toen dacht ik, oh ja, en ik, mijn ogen, nou, waren best wel goed geluk, vond ik. En toen deed ik ook nog eens zo'n hele flinke lippenstift en mijn haar. Toen was ik wel gewoon een beetje een travestiet. Het was echt, het zag er niet heel goed uit. Bindweefselmassage of gezichtsmassage. Dat even zo'n uurtje je gezicht laten masseren en dan ben je een soort... Ja, heb je een soort vakantieglow op je gezicht. Dus, bindweefselmassage.